Jawel, mensen. Hier zijn we weer met de gloednieuwe video, dames en heren. Hey, ik ben Bilal en jij bent? Bilal. Je raakt een beetje de klus kwijt, hè? Ja. Hey, dames en heren, voordat wij verder gaan, vergeet alsjeblieft niet te abonneren. Het kwam niet helemaal soepeltjes uit. Hey, Bilal, hoe gaat het met je? Gaat het een beetje goed? Heb je er een beetje zin in? Ik heb, dames en heren, ik heb een verrassing voor Bilal, jongens. Dat willen jullie niet weten. En de verrassing is... Khadija. Wat heeft deze man met Khadija? Oh. Ik heb een andere verrassing voor jou. Wat is de andere verrassing, denk je? Wat denk je? Studio. Studio! Trouwens, over studio gesproken. Dat is niet vandaag, maar er komt binnenkort een artiest. Binnen nu en een paar weekjes. En gewoon, ik zeg niks. Maar dat is gewoon echt een dikke, dikke artiest gewoon. Internationaal ook nog, hè. Maar we gaan niet naar de studio. Wat zou je anders nog heel erg leuk vinden? Weet je wat we gaan doen, Bilal? We gaan met de... Vliegtuig! Een vliegtuig? Ja! Bilal gaat nu, gaan we vliegtuig in. Nee. Ja, in Nederland. Lijkt dat je leuk? Hè? Wat is dit voor reactie? Mensen regelen een hele vliegtuig speciaal voor jou? Krijg ik zo'n reactie? Bilal gaat vliegen. Ga vliegtuig. Een vliegtuig? Ja, met z'n tweeën. Goed idee? Nee. Ja, in Nederland, in Lelystad. We gaan er nu heen, we zijn laat. De vliegtuig staat op ons te wachten. Leuk? Heb je er zin in? Hè? Nou, hij begrijpt er helemaal niks van. Dus het feit dat hij het zo doet, is omdat hij moet even de link leggen. Hoe bedoel je vliegtuig zonder vakantie? Je weet toch? Hij begrijpt het niet. In ieder geval, ik ga hem nu super blij maken, hopelijk. Ik weet niet hoe hij reageert. Ik zeg je eerlijk, ik ben als de dood. Ik durf echt oprecht niet, omdat het van die kleine vliegtuigen zijn. Dus ik denk dat ik banger ben dan dat hij is. Maar in ieder geval, we gaan kijken hoe hij daarop gaat reageren. Of niet, Bilal? Intussen, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Abonneren, want wij zijn echte... Echte man. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Vliegtuig. Liefde, sahibi. Wat ben je hem nu kwijt? Liefde, liefde. En we zeggen altijd... Positiviteit. Are? Are vredetje. Geen knuffels meer, helemaal niks. Mag ik nog knuffelen of niet? Mag ik nog knuffelen of niet? Hè? Ik wil een knuffel. Wat doet die gozer aan, joh? Ik wil een knuffel. Nee, ik wil een knuffel. Ik. Geen knuffel? Kijk eens aan. Kijk eens aan. Ja, hij ruikt wel lekker, jongen. Nou, mensen, love. Tot zo. Activiteit, negativiteit, oei oei, geen tijd voor, oei oei, in wegen door, oei oei, Brian, hey. Brian! Nou, kom, we gaan. Nou. Vind je het een beetje spannend? Hé, hey, kijk eens. Vind je het een beetje spannend? Hè? Ja, vind het een beetje spannend, dames en heren. Hé, hey, wie is dat? Ah, Bruno. Wie is dat? Hé, hey. Sama, kom, wie ben jij? Goed. Ah, Bruno. Geef mij een handje. Geef mij een handje. Goed. Hè? Hoe heet jij? Goed. Vader.
Zijn vader, die is thuis. Oh, haar vader. Woont hier. Oh, woont hij daar? Ja. Ah, oké. Okay. Woont hier, vader. Oké. Okay. Maar hoe gaat het met Mimi? Goed, ja. Ja? Hoe heet jij Mimi? Mehmet, ja. Oh, je heet Mehmet? Ja. En ze noemen jou Mi? Huh? Hoe noemen ze jou? Mimi of Mehmet? Mimi, ja. Mimi? Ja, hallo. Dat is leuk, hè? Dat is lief. Lief, hè? Weet je nog wel een keer zo? Ja, sorry. Oh, kijk eens. Kijk, Bart. Allebei. Hey, weet je nog zo? Bart. Bart, hè? Bart, kijk. Ja, weet je nog wel hoe, hè? Kijk. Van een paar maanden geleden, hè? Ja. Eentje dacht aan mijn oren, eentje aan mijn baard. Ja, natuurlijk. Hé, weet je wel zo? Ja, was leuk, hè? Hé? Knuffel? Hé, vandaag ga je iets leuks doen, hè? Hé, vandaag gaan jullie iets leuks doen. Kijk eens wat we gaan doen. We gaan. In de lucht, hè? Mooi, hè? Kijk, en dan komt hij gelijk naar mij toe. Ja, Staffan, het was klein ik. Hoe gaat het? Alhamdulillah. Dit is weer. Dit is weer top wat je hebt gegeven. Mimi, kom bij mij. Ja, wallah, weet je. Het is gewoon wel leuk, weet je. Ook voor jou is het. Even broer, dit is. Ja, ik ook nooit. Wallah, ik was ook eerst. Ja, ik ging net op live. Op mijn live. En ik zei tegen mensen: we gaan iets doen. En ik ga een hint geven. 90% van jullie mensen hebben dit nog nooit gedaan. En 80% van deze mensen zal het ook nooit gaan doen. Ga maar nadenken. Zal het bungee jumpen, zal het parachute springen zijn en dat soort dingen. En toen zei ik over een vliegtuig en zo. Toen zei ze, oh, dat is wel echt. Ja, dat is echt vet. Ja, en ik, ja, weet je, onze helden moeten mee natuurlijk. Ja, hè? Ja, natuurlijk. Die glimlach, ja, die lach zie je. En nee, die ervaring is, ook. Dit, en gun je toch? Wallah, dit is echt geweldig. Ja. Wat ben je aan het doen, Sabi? Wat ben je aan het doen? Mila, kom naast mij staan. Kom. Ja. Nee. Ja, die kant op. Ja. Ja, hij wil alleen maar jou blijven. Kijk, dit zijn echt mijn beste vrienden. En we gaan iets leuks doen vandaag. We gaan vliegen. In zo'n klein vliegtuigje. En deze helden gaan gewoon de lucht in. Ik vind het hartstikke leuk. Echt waar. Ik vind het prachtig. En vind je het een beetje Mila spannend? Ja, prachtig. Goed. Vind je het spannend? Vind je het spannend? Wat is Yvette? Yvette is thuis. Thuis. Echt thuis. Oh ja, Bilal! Oh ja, ja. Nou ja, mensen, wij gaan naar binnen. En dan tot zometeen. Yes. Alleen maar liefde. Kom binnen. Ja, kom. Ga naar binnen. Kom. Boy, joh, dit is wel spannend, dit hoor. Hey. Kom maar, jongens. Kom. Ja. Kom, Yvette. Kom. Kom maar binnen. Ga maar. Ik vind het wel. Ik vind het wel spannend, dit, man. Het is prachtig, hè? Wallah, dit vind ik zelf ook. Wallah, het is wel het meest spannend dan in. Laten we eens even kiezen wat ze willen. Bilal, ga jij daar of wil jij achter? Zeg maar. Waar wil jij? Okay. Voor of achter? Wat wil jij? Bilal, wil jij voor of achter? Voor? Achter? Voor? Wat wil je, zeg maar? Kom maar voor. Bilal, een broodje. Goed? Ja, ga maar. Kom. Kom maar. Kom even erin. Ga je hem stappen? Ja, jij bent voor, dan mag je aan de andere kant. Goed zo. Kom aan die kant. Dit is mijn plek. Ga maar. Goed zo. Ja. Nou, nu moet je erop gaan staan. Hier kun je vastpakken. Zie je dat? Een beetje ingewikkeld. Zet je hier een voet op. Kom, ga ik je helpen. Kom maar, lieverd. Ja, dan ga ik je helpen. Kom. Kom maar. Kom. Ja, kun je dat? Ja, kom maar. Goed zo. Probeer maar. Ja, kom maar, lieverd. Ja, kom. Hè? Dan ga je gewoon niet, Staffan. Ga maar erin. Zie je dat, Willem? Ja, zet je hand aan. Doe maar. Mag je recht? Mag je... Mimi. Ja. Ja, zet je voet aan maar. Erop. Ja, je moet hem even een klein beetje even helpen. Ja. 1, 2. Oh, mag je hier aanpakken? Kijk, hier zit een soort... Hier. Ja. Zie je hem? Op. En op. Trekken. Omhoog. Hoppakee. En ga maar erin zitten. Mag je hierop zetten? Oh, dat is ook goed. Kijk eens aan. Je bent nog veel handiger. Oh. Ja, dan gaan we zitten. Nou, jij zit. Ik zit. Goed. Goed zo. Ik wel. Dus je mag er absoluut niet op drukken. Daar niet en daar niet. Hier? Maar daarmee bestuur ik het vliegtuig. Ja, mag je niet aankomen. Is goed. Ja, is dat goed? Oké. Okay. Ja, vliegtuig. Wacht. Ja. Helemaal goed. Nou, kijk, wie is de volgende? Oké. Kom maar, Bilal. Kom.
Kom. Kom maar, kom maar achterin. Hè? Want ik bedien alles. Jij hoeft alleen maar lekker om je heen te kijken. Kom maar. Kom maar liever, ik help je. Kom. Net als Mimi? Kom. Ga maar. Kom maar liever. Ja, kom. Hè? Mimi. Ja? Duimpje. Nou. 1, 2. Hier, doe maar. Oké, kom maar. Goed zo. En loop maar door. Ja. Let u. Goed zo. En dan mag je in één keer je voet mag je daar op die bank zetten en dan ga je op die stoel daar zitten. Dat gaat hartstikke goed. En dan mag je daar gaan zitten. Kun je één opschuiven? Ja. Zo. Ik moet toch gewoon zeggen dat je niet goed zo. Ja, naast mijn vrienden. Oh, leuk. Kijk, wat is er van? Wauw. Wat is er van? Wow. Dit is leuk. Wauw. Dat is bang. Box. Kijk, oh, Box. Hij is bang. Hallo. Deze? Hallo. Horen. Ja, je mag hem al op doen, ja. Hoe heet jij? Heet jij Bilo? Oh. Aha. Ben jij piloot vandaag? Kom eens. Hij is piloot. Kom eens drukken. Moet doorgaan, hè. Deze. Ben jij piloot? Open doen. Ja, open. Ga jij sturen? Lekker opwarmen. Bas. Ja? Hij wil piloot zijn. Heb je al veel geoefend? Kan jij goed vliegtuigen besturen? Nee? Oh. Moet hij piloot zijn? Oh, meneer. Nou, dat doe ik. U bent piloot. Ja? Ja? Doe ik het. Hallo? Wilt u goed luisteren naar de piloot? Huh? Jij bent co-piloot, toch? Huh? Ja. Nou, die vindt het echt super, super spannend. En ik probeer nu even dat hij met Mustafa meegaat. Ik ga zo meteen een andere vliegtuig pakken. Ik ben benieuwd hoe hij gaat doen, maar hij vindt het echt super spannend. En dan merk je dat hij allemaal... Ja, aparte bewegingen maakt en dan bijna spastisch gaat doen, zeg maar. Maar dat is gewoon puur vanuit spanning. Maar hij wordt al langzamerhand, wordt hij al wat rustiger. En ik heb vertrouwen in dat deze piloten weten wat ze doen. Hij zit rechts van zijn hand. Ik zeg gewoon eerlijk, maar ja, ik ben ook echt bang. Altijd knuffelen met mij, hè? Ik heb hier echt niks mee, gewoon. Ik vind het wel leuk, ik ga het doen, maar ik heb hier echt... Ik ben hier echt bang voor. En jij, wat ga jij doen? Marokko. Ga je naar Marokko? Schiphol. Nee. Ah. Okay. Zo, dan mag je voor je langs. Kijk. Wij gaan zo doen, hè? Box. Woehoe. Doei. Prime Vlogs. Leg maar gewoon zo lekker op je... Ja, Mimi. Dat is meestal relaxed. Niet te aanraken, hè? Mimi, niks doen, hè? Oké? Okay? Afblijven, hè, Mimi? Oké. Okay. Helemaal goed. Helemaal goed, Mimi. Oké. Okay. Nou, we zijn nu aan het begin van de startbaan. Ah. Bij een vliegtuig moet je altijd even kijken of alles echt goed staat. Ja. Ja. Als je vertrekt, moet wel alles goed zijn als je in de lucht zit. Ja. Dus hier doen we ook een soort checks. Even checken. Een soort controle. Kijken of alles goed. Nu aan een paar dingen, seatbelts, all fastened, clear door, is coaster. Bilo is daar vast. Doet het. Hij voelt zich vertrouwd bij mij. Daarom zit hij even zijn handje op mijn arm. Toch? Ben jouw vriend, hè? Jongens, zijn jullie er helemaal klaar voor? Wij zijn helemaal klaar. Zijn wij klaar? Dan ga ik, ja, allemaal klaar. Dan ga ik even vragen of jullie op mogen staan. Ja, zeg maar bismillah. Zeg maar bismillah. Goed zo. Nou, kijk jongens, we staan nu op de start, maar zie je dat? Een enorme lange baan voor ons, want we moeten genoeg ruimte hebben. En dan ga ik echt gas geven. Nou gaan we gas geven.
Zo. Doe ik snel die open, want wordt dat heel snel warm. En even hoor, ik zal jullie ook even bevrijden. Ja. Ja, kom maar. Goed zo. Kunnen we eruit? Geen maatje. Ja, goed. Ja. Kom maar. Kom maar deze kant. Super. Ja. Spring. Kun je springen? Nee? Oh! Prachtige ervaring. Echt waar. Nou. Dit is onze piloot. Ja. Dit, Bas. Hey, leuk dat jullie meevlogen. Dankjewel, Bas. Echt, het was echt prachtig. Ja? Nou, dankjewel. Fijn dat jullie het zo leuk vonden. Ik vond het leuk om met jullie te vliegen. Hoe vaak doe je dit? Elke paar weken vlieg ik een keertje. Paar weken? Ja. Oké. Okay. Ja, precies. Mooi. Lijkt wel altijd een leuke ervaring met je. Vliegen is altijd leuk. Verschillende mensen? Ja? Ja? Zeker. Nooit in je eentje? Heel soms, maar het is veel leuker om met mensen te vliegen. Met jullie was het ook heel leuk. Dankjewel. Dankjewel, Bas. Hè. Dankjewel. Super. Super top. Ja, dit was het vliegtuig, jongens. Kijk. Prachtig. Prachtig dat deze mensen zich inzetten om andere mensen een prachtige dag te schenken. Het is een van de piloten, Fouad. Assalamu alaikum. Hij heeft mij dus uitgenodigd om met de helden hierheen te komen om een vlucht te maken. Wij zijn net de lucht ingegaan. Ik, Mimi en Bilal. Onze piloot was Bas. En hij gaat nog de lucht in met mijn neefje Junaid. Maar hij is degene die ons heeft uitgenodigd. Prachtige ervaring. Zoals ik al toen straks zei tegen een aantal mensen in de live-uitzending. Er zijn 90% van de mensen die dit nog nooit hebben gedaan. En 80% van de mensen die het nooit zullen doen. Ja, maar er is wel een mogelijkheid. Hij heeft me net uitgelegd. Je kan hier gewoon een vliegtuig huren. Hij gaat het even kort uitleggen. Ja, je kan altijd een vliegtuig met piloot huren als je dat zou willen. Maar als je het leuk vindt om een keertje ook de lucht in te gaan, dan je weet Mustafa te vinden en die weet mij wel te vinden. En ik ken hier een aantal piloten en dan kunnen we altijd wel wat regelen. Vaak is het voor ons ook gewoon leuk om tijdens een vlucht iemand mee te nemen die nog nooit heeft gevlogen. En wij moeten ons houden aan een aantal uren per jaar. En vaak gaat er familie mee, vrienden mee. En zo, vaak ben je ook gewoon alleen aan het vliegen, dus dan kan er makkelijk gewoon iemand mee. Want je zei je wil dit, één keer per jaar doen, zeg maar, jaarlijks zo, met een aantal helden de lucht in gaan. We zijn nu dus de lucht in geweest. Ja. Prachtig. Wat vind jij zelf, wat vind jij er zelf van om dat elk jaar te doen met verschillende mensen? Ik zou het geweldig vinden natuurlijk, zeker. Kijk, bij mij, ik ben geïnspireerd geraakt door die motortour en dat is ook een jaarlijks terugkomend evenement. Zeker, en zelfs dingen zoals dit is ook gewoon mogelijk met goede wil. En alhamdulillah, er zijn altijd mensen te vinden die geïnteresseerd zijn. En ja, we kunnen, er is heel veel mogelijk. Weet je, ik bedoel, we zitten hier nu in Lelystad, maar er zijn vliegclubs over heel Nederland. Hè. Het hoeft niet per se hier in Lelystad. Dus we doen het wel liever via jou natuurlijk, maar waar het is maakt natuurlijk niet uit. Nee, precies, waar het is maakt niet uit. Kijk, ik kan begrijpen dat misschien voor jullie ook een keer interessant of interessanter zou zijn geweest als we het vanuit Breda hadden gedaan. Ja. Maar omdat dat niet onze basis is, betekent het dat we daar eerst heen moeten vliegen en dan daar met jullie rondvliegen en dan weer terugkomen. Ons niks uit, als we maar de lucht gaan. Ja, precies. Maar ik hoorde het in een app bericht dat je mij iets nog anders vertelde. Want misschien is het nog een idee om, weet je nog? Dat we vanuit de lucht... Ik ben ondernemer, dus ik zie altijd overal kansen en ideeën. Kijk, en creativiteit. Van, dus ik dacht van, we kunnen ook zoiets organiseren voor de jongens om hier vandaan naar Texel te vliegen. Dat is een hele favoriete stukje wat wij graag vliegen. Dat is 40 minuten ongeveer vanaf hier. En op Texel er zit een paracentrum, dus dan kun je meteen ook nog hoger de lucht in en dan ook het vliegtuig uitstappen in plaats van te landen. Wel met de parachute? Wel met de parachute. Wel met de parachute. Dan gaan we wel vooruit. Prachtig. Ja, dus dat kan, maar je kan het net zo gek maken als je wil. Ja, wordt vervolgd, inshallah. Blijf ons vooral volgen en we gaan het vooral met jullie hem doen. Ja, blijven vooral, volgen. Vooral ons allemaal. Ja. Dank jullie wel. Assalamualaikum. Nee. Ja, dit is het groepje VDI, toch? Ja, daar is EU op, linksachter. Ja, hij mag even achter de knuppel, heet dat. Achter de knuppel. Zit
Brahim. Ik ben als de dood voor die dingen, man. Oh, subhanallah. Is ook jouw eerste keer? Wat zeg je? Dit is mijn eerste keer, man. En hoe was het? Ja, wallah, dit was echt... Mooie ervaring. Ja, het was echt mooi. Maar ik was echt bang, man. Ja, subhanallah. Ja, een beetje. Die turbulentie was wel... Ja, je mag hier niet staan. Nee, je moet een beetje naar links lopen, ja. En die... bochten naar links en rechts. Oei, yo. Zweet gewoon, hè, kent die? Mashallah. Wel echt zeker mooi, hè? Allah, geen probleem, broeder. Hartstikke lief. Ook met Bilal. Mashallah. Wat was hij op? Zodra de startmotor heeft hij mij vastgehouden met mijn arm en niet meer losgelaten. Wallah. Heel de tijd. Maar hij vond het wel gewoon prachtig. Ja? Lachen. Echt lachen. Hij vond het hartstikke leuk. Is hij bang? Nee, niet bang. Hij was echt ook zwaaien naar mensen van boven. Ja, echt mooi. Ga even kijken. Ja, hartstikke mooi. Ga je vliegen zonder mij? Nee. Ga jij gewoon zonder mij vliegen? Nee. Hé, hey, je gaat zonder mij vliegen. Zeg maar, ik ben met Mustafa gegaan, met Mustafa. Mustafa gewoon. Ja. Ik kom met dit ook terug. Ja, ik zag het, ja. Zo, dit is echt, wat een geweldige ervaring dit. Allah. Ja, was prachtig, echt, hè. Allah, Mustafa, echt super bedankt, man. Graag gedaan. Dit, Je shukran, is goed. Doe maar rustig voor. Allah, broeder Brahim, mij moet je niet bedanken. Je moet sowieso voor het bedanken. Voor deze dingen, voor deze prachtige ervaring. Wat doe je, plastic? Ik wil die koek. Ga maar naar boven. Ga maar aan. Ik wil die. Deze mag jij. Ja, grappenmaker. Huh? Grappenmaker. Ja, je zit bij mij in de vlog. Huh? Ja. Je staat bij mij in de vlog. Ja, met ja, heel veel grapjes heb je gemaakt. Motortour. Huh? Je hebt heel veel grapjes gemaakt. Grapjes maken. Op telefoon. Ja. Mashallah. Bilal. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Voordat ik verder ga, vergeet niet te... Abonneren. Toch? Oké dan. Hey, ja, het is wat kortere video geworden. Het was echt spannend. Hij vond het in het begin spannend, maar later hoor ik achteraf dat hij het gewoon super goed heeft gedaan. Helaas kon ik de camera zelf niet meenemen, maar ik zal zo meteen, kun je even terugkijken, gooi ik wat beelden van mijn telefoon, zet ik er even in. Maar ik was echt super bang. Ik weet niet, sinds de laatste 5-6 jaar of zo heb ik steeds meer moeite met vliegen. Waarom? Geen idee. Maar ik denk dat ik me bewust ervan ben. Wat ben je aan het doen? Ik denk dat ik dus bewust ervan ben wat er allemaal verkeerd kan gaan. Maar uiteindelijk na 20 minuten of zo had ik echt... Toen was het echt even heerlijk. Kon ik echt even genieten. Dit was echt top. Mustafa Maghlouf, super, super bedankt. Voor het super bedankt voor zo'n dagje. Echt, ik heb, ik kan niet anders zeggen, ik heb genoten. Ik heb angst overwonnen. Deze man heeft angst overwonnen. Wat ben je aan het doen dan, joh? Laat eens even los, joh. Wat ben je aan het doen? Nou ja, ik kan een heel lang verhaal gaan maken. In ieder geval, wat moeten de mensen doen, Willem? Abonneren, want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Positiviteit. Positiviteit. Aarde. Aarde wil ik zien. Yes.
positiviteit dan wat liefde. Maakt niet uit, ontspan je.